De kerken mogen met ingang van 1 juni weer beperkt open zijn en kunnen de eucharistievieringen weer worden bijgewoond. In Laarbeek betekent dit dat de vieringen voorlopig alleen in de Sint-Michaelkerk in Beekendonk worden gehouden, de eerste op zondag 7 juni. Er mogen slechts 30 mensen aanwezig zijn, mits zij geen gezondheidsklachten hebben of verkouden zijn. Zij moeten zich vooraf aanmelden bij de parochie. Er wordt geen communie uitgereikt. Vanaf zondag 28 juni zijn alle Laarbeekse kerken weer open. Ook in onze kerken, in de zalige Pater Eustachiusparochie, is eigenlijk per 1 juni toch een beetje een verandering gekomen. Misschien wel in de mogelijkheid om de kerkdiensten te bezoeken. Pastor Jeffrey de Jong. Het is Jeffrey trouwens, maar dat geeft niks. Ik luister naar allebei. Onze pastor Jeffrey de Jong. We gaan eens even praten over de kerken, meneer de Jong. Want wat gaat er nou eigenlijk precies veranderen in de kerken in Laarbeek? Deze plaats van harte welkom, Mario. Fijn dat we hier even kunnen spreken. Er komen gelukkig wat versoepelingen voor ons, ook voor de kerkdiensten. Misschien niet zoveel als we hadden gewild, maar wel kleine stapjes vooruit. We moeten kijken naar wat wel mogelijk is en niet naar de onmogelijkheden. En een eerste stap vooruit is dat we vanaf aanstaande zondag een viering kunnen hebben zonder communie. Tot en met 30 man. En dat klinkt op papier heel simpel, maar er komt heel veel bij kijken. Dat het veilig kan met handgel achter in de kerk bij het altaar. We zullen banken moeten afzetten dat mensen op een veilige afstand van elkaar kunnen zitten. Dat de kerk ook goed voor en na een viering wordt gereinigd. En het zal helaas op uitnodiging moeten. U meldt zich aan voor de viering. Want dat is een van de moeilijkste complicaties. We willen de kerk het liefst niet op slot doen. Maar we willen ook niet mensen naar huis sturen. Het laatste wat we willen horen is dat er geen plek in de herberg is voor de mensen. En we proberen hier een goede en sympathieke oplossing voor te zoeken. Dat we zoveel mensen als mogelijk tegemoet kunnen komen. En vandaar dat we ook in kleine stapjes opbouwen. Dat we ook kunnen leren van fouten, van wat wel werkt en wat misschien in de praktijk minder goed werkt. En dat betekent dat we dan over 2 weken met Sacramentsdag voor het eerst de communie proberen uit te reiken. Ook dat is gecompliceerder dan je misschien zou denken. Want ik moet voor de communieuitreiking al mijn handen ontsmetten bijvoorbeeld. En we moeten ofwel met een plexiglas scherm gaan werken. Maar we hebben hier gelukkig een aantal medische, het lijkt op een lasscherm, maar dan een lashelm, maar dan helemaal doorzichtig. Die ik dan bij het uitreiken van de communie kan dragen.